Hey, wat zit ik? Loop jij mank? Ja. Ik loop helemaal niet mank. Heb je dan wat aan je voet? Ben je een schoen verloren? Nee, ik heb juist een schoen gevonden. Oh. Geluk dat die past. Nou, die past altijd, want mijn ene voet is groter dan mijn andere voet. Begrijp je? Dat is trouwens bij iedereen zo. Nou, nee. Want bij mij is dat precies andersom. Hoe bedoel je? Mijn ene voet is kleiner dan mijn andere voet. Wat een genadig. Ja. Weet jij eigenlijk hoe laat of dat het is? Nee, want ik heb geen horloge. Oh, ik wel. Maar waarom vraag je het dan aan mij? Ja. Hoe meer dat je erop kijkt, hoe meer dat die slijt. Maar heb je daar dan geen garantie op? Natuurlijk. Oh. Die man van die klokkenwinkel, die heeft tegen mij gezegd... als er is wat aan uw horloge mankeert, kan u mij altijd bellen. Want dan vertelt ik u wel hoe laat of dat het is. Begrijp je? Ja. Dag, Judy. Hier, het gewone recept? Ja, hoor, geef me maar een whisky en een 8 doezel zo'n zeezebroodje bij. Dit kan, ogenblik. Kijk eens. Lekker. Alsjeblieft, hoor. Dank je wel. Heel lekker. Doe mij er nog maar eens zo'n zeezebroodje. Natuurlijk. Ja, lekker, dankjewel, Judy. Ja, ze zijn lekker knapperig. Doe mij nog maar zo'n sausagebroodje. Het spijt me, meneer Lucas. De sausagebroodjes binnen op. Zijn er geen sausagebroodjes meer? Nou ja, geef dan maar een zakje paprika. Nou ja, een zakje gewone chips. Gewone chips, ogenblik. Kijk, doe eens. Alsjeblieft, hè. Dankjewel, Judy. O, jezus, ontroffing. Nee, ha, lekker, zo. Hé, hey, meneer Lucas. Mag ik u even wat vragen? Ja? Waarom kruimelt u steeds die chips boven uw hoofd? Maar dat hoor je toch net? Chief, geef u deze broodjes meer. Ik heb thuis zoveel dingen die ik niet gebruik. Ik heb een schrijfmachine en ik schrijf nooit. Ik heb 20 asbakken en ik rook nooit. Ik heb een prachtig wijnservies en ik drink nooit. Ik heb een schitterende racefiets met 10 versnellingen en ik fiets nooit. En hoe is het met je vrouw? Goedenavond. Mag ik een whisky? Maar natuurlijk. Kijk u eens. Zo, lekker whisky. Ja. Wilt u mij even helpen? Ja. Ik kan mijn armen niet gebruiken. Ja, dat moet u maar, hè. Kijk, u eens. Zo, je gaat erin. Alsjeblieft. Heel. Nou, dat is dan 4,50 gulden. Sorry, ik heb geen geld bij me. Nou, mooi is dat een whisky bestellen en dan niet betalen. Dat had je aan de overkant moeten proberen bij het café van Bolle Willem. Die had allebei je armen gebroken. Kom ik net vandaan. Wat zit Martina triest te kijken ineens? Heb? Ja? Ik heb Abraham gezien. Het is niet waar! Is vader Abraham in de zaak? Nee, dat is
ik leuk, vader Abraham. Ik heb Abraham gezien. Natuurlijk, met die dingen. Hoe heet dat, die kleine, dat gewerm? De wuppies. De wuppies, kinderminuutjes achter me gaan erin. De wuppies. Luister nou, ik heb Abraham gezien. Dat betekent ik ben vandaag 50 jaar geworden. Het is niet waar. Dag. 50 jaar geworden? Ja, en niemand, geen mens, heeft mij gefeliciteerd. Nou, geen mens heb gezegd, Van Gulden, 50 jaar, het is een hele mijlpaal. Even holenbolus, even holenbolus. Een mijlpaal is verrassing, tada! Kom even mee, kom even mee, kom er maar mee, kom maar, kom maar, kom maar mee. Helden van Gulden! We hebben met z'n allen, jongens, we hebben een cadeau. Cadeau? Ja, we hebben een cadeau. We gaan u iets aanbieden. Wij hebben namelijk besloten met z'n allen dat wij zullen naar een van uw Weense liedjes gaan luisteren zonder in slaap te vallen. Hé, we doen het. We blijven allemaal. Oké, dan gaat het zo voor mij. Dat is een schöne allee. Da steht an der Donau ein kleines Café. Da kommen die Mädel und Buben herein. Von die allgemeine Oberdarmstadter Operette Verein. Da isst man, da singt man, da trinkt man sein Wein. Da dreht man, da geht man, da hebt man das Bein. Oh, ist es nicht lustig, ein Mitglied zu sein? Von die allgemeine Oberdarmstadter Operette Verein. Roter Wein und rote Rosen, blondes Haar und Lederhosen. Ja, ist es nicht lustig, ein Mitglied zu sein von die allgemeine Oberdarmstadter Operetteverein. Ich sehne mich so nach dem Frühling in Wien. Da scheint mir die Zeit so sehr stehen geblieben. Oh, lass mich noch einmal himmlisch allein mit die allgemeine Oberdarmstadter Operetteverein. Sachertorte, Kuchen und Spritz, Franz Lehár und Willy Fritz. Oh, ist es nicht lustig, ein Mitglied zu sein? Die allgemeine Oberdarmstadter Operetteverein. Hij glijdt er wel weer in, hè, Trey? Trey, het is een klapper. Dedicatee. Zeg, heb ik jou al verteld dat mijn dochter van 18, hè, gisteravond om 2:30 thuis kwam? Nee. Mijn dochter van 18 kwam gisteravond om 2:30 thuis. Dit is niet waar. Jawel, ze was met een vriendje uit geweest. Met een vriendje? Hé, hey. Ja. Ze heeft toch vaste verkering, toch? Nee, het is gewoon zo'n losse scharrel, hè? Losse scharrel? Ik zeg, jij hebt een ladderlings in je panty. Het is niet waar, hè, maar zo. Nee, mijn dochtertje belt. Oh, ik zit te kijken hier, ja. Dus ik zeg, jij hebt een ladder links in je panty. Nou, dat geeft er niet, dat maakt er niet uit. Jawel, want toen ze van huis ging, zat hij rechts. Hoe is het verder bij je thuis? Bij mijn thuis? Nou, rustig. Oh ja? Ja, heel rustig. Mijn man en ik hebben ruzie. Oh jee, zijn jullie niet meer handen speaking terms? Nou, dat niet, maar we praten niet meer met elkaar, hè? Oh, meid, ik heb van de week toch zo'n rare droom gehad. Ja, wat laat je me toch steeds schrikken? Wat nou weer? Oh, meid, ik droomde dat ik aan het voetballen was. Jij? Yeah? Jawel, ik was mid voor in het dameselftal. Gekke. Zieke gek. Nou, ik had van de week ook een droom. Die Ligo, die loog er ook niet om, hoor. Vertel. Ik droomde dat ik op een onbewoond eiland zat. Mm-hmm. Wacht even. Ja?
Samen met Julio Iglesias. Oh, dat is die wolf. Ja, en Sylvester Stallones. Oh, nou, ze vochten om mij. Ze wou alle twee met me vrijen. Het is alle twee zo echt, maar ik kon geen keuze maken. Meid, waarom heb je me niet gebeld? Dat heb ik gedaan, maar je man zei dat je een voetballer was. Oh, erg, hè? Het is wat. Wil je dit vertellen? Ik vraag me af waarom ik in hemelsnaam ooit met jou getrouwd ben. Dat zal dan wel gebeurd zijn in een vlaag van verstandsverbijstering. Het is een van de grootste fouten die ik ooit van mijn leven heb kunnen maken. Alsjeblieft, mevrouw meneer. Het doet mij plezier dat u het bij ons zo naar uw zin hebt. Wat dacht je van mij? Hé, hey. 10 jaar lang onder één dak te leven met een alcoholist? Ik ben geen alcoholist. Jij had stil kunnen leven van het statiegeld van de flessen die je tijdens ons huwelijk hebt leeggezopen. Daar zal ik dan een verrekt goede reden voor hebben gehad. Wij moesten er maar eens een punt achter zetten. Dat is een van de verstandigste opmerkingen die ik je ooit heb horen maken. Goedenavond. Neemt u niet kwalijk, meneer, dat hangt misschien een beetje te kijken. Mag ik misschien een biscuitje? Ja, plezier. Dat is een beetje ongenoegen, meneer. Neemt u me niet kwalijk. Ik hoop niet dat u er last van hebt. Alsjeblieft. Fijn, dank u wel hoor. Vriendelijk. Ik vind mensen zoals jij gewoon walgelijk. Sorry, heeft u tegen mij? Als mijn gezicht u niet aanstaat of zo, dat komt, dan staat mijn gezicht niet aan of zo. Daar hebben wel meer mensen last van. Mag ik u misschien iets te drinken aanbieden, misschien, eventueel? Meneer, dat zou de zaak alleen maar verslechteren. Oh. Ik ben namelijk al dronken. Oh ja? Zit naast mij zit een behoorlijke dronken vent. Dat is mijn man. Hey? Mijn man. Uw man. Nou ja, als je hem voor de tweede keer bekijkt, dan maak je toch wel een sympathieke indruk wel. Het is een engert. Ja, natuurlijk. Maar dan toch wel een sympathieke engert toch wel, hè? Sorry dat ik u net een dronken man noemde. Ik wist toen nog niet dat u zo'n sympathieke engert was. U hoeft zich er niet te verontschuldigen. Nee. Hij is degene die zijn verontschuldiging moet aanbieden. Nou, ach, dat hoeft echt niet, hoor. Ik verontschuldig mij pas wanneer ik dat wil. Natuurlijk. Bied mij dan tenminste je verontschuldiging aan. Ik zie niet in waarom ik me zou verontschuldigen tegenover een del zonder manieren. Durf jij mij een del te noemen? Hoe wilt u dat niet doen? Dat is een pakje voor mijn vrouw. Dat is een cadeautje. Dat zijn bonbons voor mijn vrouw. Die wou ik graag heel houden. Laat ik het niet horen dat hij mij nog één keer een del noemt. Nee. Zou u uw vrouw geen del meer willen noemen? Vanavond. Ik noem mijn vrouw zoals ik dat wil. Ja. Hij noemt u, zegt hij, zoals hij dat wil. Zo, zegt hij dat? Ja, ik krijg maar door. Ruik! Pardon? Ruik! Ja, hoor, ruik! Nou, ik ben daar niet zo'n liefhebber van. Ik ben ook geen kenner. Whisky. Sorry? Heeft hij over me heen gespuugd? Whisky. Meneer, dat was een ongelukje. Meneer, hij was bezopen. Meneer, ik stond op een receptie met in de ene hand een slaatje, de andere hand een glas whisky. Toen heeft er iemand tegen mij aangelopen. Hij leeft! Ik ben in ieder geval blij dat ik u weer wat dichter bij elkaar heb kunnen brengen. Zou ik u misschien iets te drinken aan mogen bieden? Ho! Ho, stop. Wat is? Als er iemand iets te drinken aanbiedt, dan ben ik dat. Stop! Als er iemand iets te drinken aanbiedt, dan ben ik dat. Kom, ik stap weer. Nee, meneer, er valt niet op te stappen. U hebt nog niets te drinken gehad. Nou, juffrouw, een whisky voor meneer graag. Juffrouw, een whisky voor meneer hier, van mij. Wilt u niet zo douwen? Daar heb ik last van. Ik heb een operatie gekregen. En die zit van hier tot daar. Een echte dame biedt een vreemde heer niet iets te drinken aan. Ik bied iedereen iets aan die ik aardig vind. Doet u dat dan niet? Dat zijn bonbons. Die kunnen daar niet tegen. Die zijn heel gevoelig. Het is toch afschuwelijk. Wilt u dat niet doen? Dat is een aandeken van mijn vader. Dat is niet gekregen bij de konijnenvochtvereniging. Die drink. 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 Ik dacht dat ik u eerst iets had aangeboden. En wil jij je er niet mee bemoeien, kruin? En wil jij je grote mond tegen mij houden? Nee, Ik ben hard. Kijk mij naast zijn. Ik ben helemaal hard. Nee. Daar heb ik ook wel last van, maar ik ga niet de hele zaak de deur nachtig. Ziet u nou, mijn vrouw gooit met drank en dan zegt ze dat ik dronk.
dronken ben. Jij was niet dronken, jij was bezopen. Ik was helemaal niet bezopen. Wat was je dan? Dat was een potje van mijn gouden bonbons. Doe die dat dan niet kijken wat je doet. Meneer, wat interesseren mij toch die bonbons hier? En hier heeft u dit. Oh, mevrouw, hier ben ik niet. Zo. Zeg, schat. Zullen wij lekker een Chineesje gaan pakken in de stad? Goed idee. Kom op, meid. Liefste. Hallo, wie is er? Wat heb jij allemaal gedaan? Ik zie nog maar één kant. Waar is de andere kant? Johnny. Kijk eens wat ze met me gedaan hebben. Ze hebben me gesloopt. Johnny, jij bent dronken en je stinkt. Begin jij dan ook als stomwijf? Durf je zoiets tegen mij te zeggen? Houd toch je grote mond! Eén whisky met ijs graag. Zullen we voor je verder gaan de zaak eerst even afmaken? Zullen wij een hapje Chinees gaan eten, schat? Ja, natuurlijk. Eet je smakelijk verder, hoor. Eet je smakelijk verder. Ah, mevrouw meneer. Heeft u wel een keuze kunnen maken? Goedenavond. Goedenavond. Uitbundige man. Ja, ja. Dan schrijf ik het even op. Hè. Ja. Dat is dan eenmaal de snoekmaarsballetjes met de warme lobstersaus. Eenmaal snoekballetjes met warme lobstersaus. Ja, maar van een jong kreeftje graag, hè? Jong kreeftje, ja. En dan de soep en het tussengerechtje doen we maar niet aan. Dat is voor deze niet, hè? Begrijpelijk, ja. En dan de Chateaubriand. Ja. Maar bleu. Dus niet medium, niet rood, niet maar rood. Bleu. Bleu. En gewoon bleu. Met een krokant huidje. Met een krokant huidje. Ja. En dan daarbij de Béarnaise saus. Béarnaise saus, ja. Maar dan niet au bain-marie, hè? Gewoon niet. Pot op vuur, af vuur, op vuur, okay, af vuur. Oké, okay, op af, op af, op juist. Af vuur. En dan ja. Een garnituurtje met wat frietjes, als het kan Japanse frietjes. En dan misschien wat sla met uitgeperst kipsel. Ja, huh? Kipsel? Ja, een eetje. Oh, een eetje, ja. Ja. Toen willen we dan graag de sinaasappel Bavarois. En daar wil ik dan graag een paar vermiljoenkleurige druiven bij. Wat voor kleur? Vermiljoenkleurige druiven. Zo ongeveer. Ah, die? Ja. Ja. Natuurlijk. Erg fijn, dank u wel. En mevrouw, wat mag het u zijn? Ja. Ja? Ik pak een nieuw blaadje. Ach, weet u wat? Doet u mij maar een uitsmijtertje kaas. Echt even kaas, natuurlijk. Nee, maar zeg, dat klinkt bijzonder aantrekkelijk. Zeg, doet u mij dat ook maar? Jammer. Ik dacht, nou... Hé, hey, wat zit jij somber te kijken? Ja, ik wil er liever niet over praten. Je kan het mij toch wel zeggen? Hartplant is dood. Ach, wat een akelig bericht. Ja. Heb je hem geen water gegeven? Ja, juist wel. Maar waarom is hij dan dood gegaan? Hij kon niet zwemmen. Ik heb 6 rollen bloemetjesbehang gekocht. Ah, en heb je ze al tegen de muur aangeplakt? Nee, natuurlijk niet. Ik heb ze in een vaasje gezet. Hey, wat doet die losse voordeur daar? Oh, die. Dat is de voordeur van mijn huis. Hey. Ik ben namelijk van de week de sleutel verloren. Dus als iemand nou die sleutel vindt, dan kunnen ze zo bij mijn inbreken natuurlijk. Daarom heb ik voor de zekerheid die voordeur maar meegenomen, niet? Ja, maar wacht eens even. Stel nou dat jij die deur verliest. Dan kan je je huis toch niet in? Wel, ik heb voor alle zekerheid de raam opengelaten. Het is jouw beurt, hoor. Ja, dan maak ik weer een piekelootje. Proost. Nee, het is dunnetjes deze week. Oh, wat is er? Goedio, ik lees je. Oh, je boze platen, wat is die echte? Goedio, de
het niet meer lees, mag overlezen, joh. Golio, golio, ik lees je, joh. Je bent precies zoals een man voor mij moet wezen, joh. Je bent in wezen zo gewoon. Maar elke moeder wil zo'n zoon. Je stem die klinkt uit elke radio in de bouw. Je bent zo clean, je bent zo schoon. Je treft precies de goede toon. Je hebt gevoel voor de hormonen van een vrouw. Julio, Julio, Julio. Je weet precies wat we doorstaan en wat we voelen, joh. En ik heb dagen dat ik nachten licht te roelen, joh. Jij hebt dat ene dat ik hier mis in al die spoelen, joh. Julio, Julio, Julio. Je weet zo vreselijk precies wat we bedoelen, joh. Je bent een koele toriador, je breekt de vrouwenziel zo door. Als ik je zomaar zou ontmoeten, viel ik flauw. Je drinkt tot grote diepte door, als je downtouch met een boor. Je bent de ster in de arena van de vrouw. Julio, Julio, ik lees je, joh. Je maakt ons dol, je maakt ons gek, je maakt ons crazy, joh. Wanneer je zingen gaat, dan mouwen zie je mezen zo. Maar als er één vrouw van je houdt, dan is het deze, joh. Niet deze, joh. Julio, Julio, ik lees je, joh. Ze kunnen zeggen wat ze willen, je mag er wezen, joh. Je bent al jarenlang de hemel ingeprezen, joh. Je bent alleen nog niet bekend bij de Chinezen, joh. Julio, Julio, ik lees je, joh. Je maakt ons dol, je maakt ons gek, je maakt ons crazy, joh. Je bent in wezen zo gewoon, elke moeder wil zo'n zoon. Je bent een vlees geworden foto op de schouw. Je bent zo clean, je bent zo schoon, je krijgt precies de goede toon. Je hebt gevoel voor de hormonen van de vrouw. Un cerveza, por favor. Goedemiddag, mijn naam is de Brieder van de firma Kooijmans. Kan ik hier de fiets ergens plaatsen? Hebben u niet van die gleuven in de grond? Gleuven in de grond? Kortwiel. Meneer, alles moet hier schoon zijn. Hier is hygiëne. Ah, op die manier. Heb u dan van die rekken misschien waar je het in kan zetten? Zo, waar ze staan naast elkaar staan? Natuurlijk niet. Heb u ook niet? Nou, dan zet ik hem hier wel even neer als u daar maar wel op wil letten. Dan natuurlijk, hè? Ja, ja. Ik ben van Quickservice. Ik zoek de keuken. Meneer, u bent hier in de keuken. Is dit de keuken? Ja, natuurlijk. Oh, ik denk al, we staan er weinig fietsen. Nou. Dat komt mooi uit dan. Meneer, wacht u nou eens even. Hoezo? Hebben wij gebeld? Nog niet, maar als u de prijs opstelt. Nee, ik bedoel, hebben wij getelefoneerd of iets dergelijks? U bent toch van de firma Kooijmans? Ja, ik kom voor een kapotte grill, kom ik. Ja, precies. Mooi, mooi. Mijn kleine grill is namelijk kapot, dat is een probleem. En ik moet af en toe een kippetje grilleren. Natuurlijk. Nou, dan mis je zo'n ding, hè. Ik zie hem al staan daar, ja. Ah, is die stuk? Wat erg is, even kijken of we dat nog kunnen repareren. Want dit soort modellen zijn eigenlijk uit de relatie gegaan, hè? Ik zal hem eens openmaken om te kijken wat er allemaal keert. Ik pak even een hamer. Maar meneer, dat is het broodrooster. Van het broodrooster? Tja. Oh, ja, die dingen lijken allemaal op elkaar, hè? Waar heb u dan die grill? De kleine grill, die staat daar. Staat die daar? Ja. Waar staat hij dan? Daar is hij. Waar? Hier, dat is de kleine grill. Is dat een grill? Ja, natuurlijk is dat een grill. Nou, dat is ook een heel oud modelletje, hè? Oh ja? Eens even kijken wat daar al mankeert. Ik ga eens even het deurtje open doen. Ja. Dan schuif ik hem even naar rechts gaan, die geloof ik. Dan kan ook naar links zijn. Het zijn schuifdeurtjes. Die willen wel eens klemmen. Ja, voorzichtig, meneer. Nou, dat met hem. Absoluut niet. Ik constateer om te beginnen dat het deurtje vast zit, hè? Dat geef niet, pak ik even een hamer, dan heb ik hem zo open. Nee, wacht u maar even, meneer, dat gaat zo open. Oh, dat kan ook natuurlijk. Ja. Dat kan ook, er zijn twee mogelijkheden, hè. Nou, eens even kijken, heb u misschien even een kip of zo, dat ik hem even kan uitproberen. Kom voor elkaar. Even testen wat er wel werkt en wat er niet werkt natuurlijk, hè. Zo. Nou, dat is donker hier binnen. Ik ben blij dat ik geen kip ben. Alsjeblieft. Ja, wat is dit? Dat is een kip. Is dat een kip? Ja, natuurlijk is dat een kip. Ach, goh. Zeker bloedarmoede gehad. Nee. Nou, die gaan we eens even erin plaatsen. Ja, wacht, dan die pen. Hé, daar zit een pen.
Er zit een pen. Ja, natuurlijk zit daar een pen. Mot hij eruit? Ja, natuurlijk, anders kan die kip er toch niet in? Nou, maar dan bijt je douwe mot er toch... Nee, wacht u nou eventjes. Nee. Die kip die moet aan die pen geregen worden. Wat zei u nou? Die kip aan die pen geregen worden? Weet de dierenbescherming daarvan? Nee, natuurlijk. Wat een vreselijk bericht. Een kip aan een pen regen. Slaat u ook kinderen? Hé, meneer, zo'n beest, dat voelt er niks van. Dat heeft kop nog kont en dat kan er zo door wop doorheen. Kop nog kont? Wat erger allemaal. Wat een bestaan, wat een bestaan. Helemaal niet. Nou, dus die kip die gaat eraan. Nou, ja? Dan behoort die pen te gaan draaien. Die pen en gaat dan draaien. Wendt op die kip mee. Oh, dus dan krijg je een soort wentelkip, zal maar zeggen. Ja, ja, nee, nou begrijp ik hem. Maar hoe gaat die pen dan draaien? Nou, er zit hier zo'n klein motortje. Waar zo? Waar zit dat motortje dan? Dat zit daar ingebouwd. Zit daar een motortje? Nou ja, en dan daar eigenlijk... Ja. Ja, maar wacht nou even. U moet mij dat natuurlijk duidelijk maken hoe dat werkt. Nou, er zit hier een klein motortje. En dat draait. Ja, dat weet ik wel. Nou, omdat u het vroeg aan mij. Ja. Nou ja, we gaan eens kijken of we die stang er dan uit kunnen krijgen, die pen. Het zit allemaal als een huis, hè? Dat is moeilijk los te krijgen. Voorzichtig nou. Dat gaat zo niet. Ik krijg hem zo niet los. Een klein machientje, hè? Ja, ik pak even een hamer, dan heb ik hem er zo uit, hoor. Maar is het misschien niet dit knopje wat daarvoor is? Ja. Oh, dat ken je ook natuurlijk. Ja. Ja, er zijn twee manieren, dat is waar. Er zijn twee manieren, mooi. Weet u wat ik u nou even wilde vragen? Nou? Kunt u mij zeggen waar dit knopje voor dient? Nee, er zit nog een knopje. Ja. Ja, dat is de... Hoe heet die ook alweer? Wil u de technische benaming of meer de... Zoals ze hem in de volksmond noemen? Ja, gewoon de volksmond, hè. In de volksmond heet die de preventieve indicator. Wat is dat? Dat knopje. Ja, ja. Begrijp je wel? Ja. Meneer, ik heb niet zoveel tijd. Ik krijg een heleboel klanten en die mensen willen gegrilde kip. Dus... Gegrilde kip? Oh, gegrilde kip. Daar ben ik ook zo'n liefhebber van, hè. Oh. Mijn vrouw maakt gegrilde kip. Zo hebben ze nog nooit gegeten. Meestal zondags, dan hebben wij de zogenaamde kipavond. Ja, de gegrilde kipavond. Dan gaat mijn vrouw aan de gang in de keuken en dan maakt ze gegrilde kip. En dan zet ik binnen een cd'tje op, Mantovani. Ja, gezellig, kaartjes meneer. Kaartjes om. Dan hebben we een hele gezellige leuk, avond. Meneer, een van de leukste avonden van de hele week, vind ik altijd, hoor. Dat geloof ik allemaal graag, maar mijn klanten willen gegrilde kip. Heb u alles geprobeerd met koude kip? Koude kip is ook heel lekker. Dan nemen wij ook wel eens zondag. Dan is bij ons thuis de grillstuk. En dan zeg ik tegen mijn vrouw, we nemen koude kip. Ja, ja. En dan zit die koude kip... De koude... Ja. Ja. Het is... Zo! Ja. Dat was op het kantje. Ja. Dat was het. Nou, zo. Go! Verschrikkelijk. Dat was warm. Ja. Dat was warm. Wil u een gekleurd pleistertje? Nee, het trekt wel bij. Het trekt wel bij. Ja. Dat was wat anders dan een cd'tje van Mantovani. Ja. Hè? Precies. Nou ja, meneer, mijn probleem blijft toch dat mijn grill is stuk. Is die stuk? Ja, en mijn klanten willen gegrilde kip. Ja, uw klanten willen gegrilde kip, heeft natuurlijk. Heeft u er nou verstand van, of niet? Natuurlijk, daar heb u gelijk in. Waarin? Ik heb er verstand van, of niet? Meneer, waarom hebben ze u naar me toegestuurd? Omdat ik de expert ben bij ons op het bedrijf. Ja, ja. Voor 10 man gegrilde kip. Voor 10 man gegrilde kip. En ik heb maar 1 kip en die krijg ik niet eens gegrild. Hoezo, hoe is de grill stuk? Ja, en die mensen hebben al zo haast. En als ze nog langer moeten wachten, dan lopen ze echt weg. Nee, nee, hou ze vast, hou ze vast. Ik krijg de grote moeilijkheden met vergulden. Met wie? Oh, hoe krijg ik nou voor 10 man kip? Moet dat voor 10 man kip worden? Ja. Nou, daar weet ik misschien wel wat op. Kom u eens even mee. U? Ja, kom u maar. Hé, hey, Ton. Ik zie die met het gezelschap al een hele tijd. Wacht, man, waar blijft die kip? Ja, een ogenblikje. Jongen, hey. Luister nou, ik kom je toch wel vaker, je kent me toch? Een ogenblik heb ik toch gezegd. Ja, dat is wel voor 10 man kip, dacht ik, hè? Het is geweldig, meneer. Daar hou je nog van over. Ja. Ja, geweldig. Ja, het is de hoogste tijd. We gaan sluiten. Het is de tijd voor de limericks, hè? Daar gaan we weer met z'n allen, hè? We hebben allemaal een limerick gemaakt. Peter, jij zou er ook een maken, hè? Ah, daar gaan we. Ik begin, jongens, ik begin. En dat was...
was eens een man in Zuid-Laren. Die ging vreemd, maar dat kon niet verklaren. Hij zei, oh, ik hou heel veel van mevrouw. Dus ik doe het dan om haar te sparen. Leed onder Lemmer, die wilde een loopbaan als zwemmer. Hij trainde zich rot, maar hij kwam niet aan bod, omdat hij het deed in een emmer. In een toplessbar in Oceaan. Daar werkte rondborstige Sjaan. En tegen het sluiten ze zijn heren naar buiten. Er is een tijd van komen en gaan. Acrobaat uit Viande, moest zijn laatste paar schoenen verpanden. Maar dat heet hem echt niets, hij neemt nu de fiets. En als hij loopt, loopt hij nou op zijn handen. Een man uit Japan was. Ja, ja. Benieuwd of hij nog wel een man was. Ja, ja. Hij nam een vrouw mee naar bed, maar hij lag nog maar net. Of hij wist niet meer wat hij van plan was. Ja.